Dit is N24actueel.nl. Op de A2 bij Bokstel zijn zondagmiddag rond 1:15 drie Poolse mannen van 25, 26 en 22 jaar en een 18-jarige Poolse vrouw gewond geraakt. Zij zaten in een bestelbus die achterop een stilstaande bus met pech botste. De bestelbus met pech stond op de linkerrijbaan van de A2 vanuit Eindhoven in de richting van Den Bosch. De bestuurder van die bestelbus plaatste een gevarendriehoek achter zijn bus en ging op een veilige plek staan. De 26-jarige bestuurder zag de bestelbus met pech te laat en botste achterop. De 22-jarige man en de 18-jarige vrouw werden uit het voertuig geslingerd, raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De 25-jarige bijrijder raakte lichtgewond bij de aanrijding. De bestuurder van de bus moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is enkele uren afgesloten geweest voor onderzoek. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl.